We hebben besloten om langs alle kernen van de gemeente Berkelland te gaan, Borculo, Ruurlo, Neede en Eibergen, omdat we graag willen weten wat er leeft onder de bewoners. En mensen komen wat minder vaak naar het gemeentehuis toe. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan naar de mensen toe en we gaan vragen van, nou, laat ons eens zien wat jullie ervaren. Wat vond u van het bezoek? Nou, ik ben blij dat ik op deze manier de kans heb gekregen om in één keer aan het hele college duidelijk te maken waar onze bezorgdheid ligt ten aanzien van wat we hier aangekaart hebben over de Dorpsstraat. Dus ik vond het heel leuk en heel goed dat dit door het college wordt gedaan en dat ze ook hier zijn geweest, vond ik heel leuk. Welk probleem wilde u aankaarten bij het college? De verkeersonveiligheid in de Dorpsstraat hier in Ruurlo. En dan met name voor de fietsers. De jonge kinderen die van en naar school gaan. De oude mensen die op hun fiets hier doorheen gaan of willen oversteken. De toerfietsers. Het is hier eigenlijk een kruispunt van fietsers. En dan de auto's rijden dan behoorlijk hard door die Dorpsstraat. Wij vinden het gevaarlijk. Nu bent u portefeuillehouder van verkeer. Wat kunt u hier als wethouder aan doen na zo'n gesprek? Nou, het is toch wel dat we nou even kijken naar de veiligheid en dat we gaan kijken of we extra een keer een controle via de politie of de BOA's, de buitengewone ambtenaren, hier naartoe brengen. Maar ook toch nog eens een keer weer naar het technische aspect. Volgens onze verkeersdeskundige, want ik heb natuurlijk van tevoren wel informatie gewonnen, volgens onze verkeersdeskundige is het gewoon verkeerstechnisch. Ziet die weg er gewoon goed uit. Maar de belevingswaarde van de mensen is een andere. En ik vind dat we daar serieus naar moeten kijken. En dat gaan we ook zeker doen. Wat hoopt u dat ermee gedaan wordt achteraf? Dat er zulke maatregelen worden genomen. Het zij handhaven, het zij nog andere verkeersmaatregelen nemen. Ik kan dat zo niet bepalen. Waardoor de verkeersveiligheid vergroot wordt.